hier bij Vestide, bij de Razende Reporters. We gaan even een paar reporters interviewen om te vragen wat ze hier doen en wie ze precies zijn. Hoi, hey. Wie ben je? Ik ben Inge van der Elzen. En wat ga je precies doen nu? Nou, dit is mijn eerste klus, dus ik vind het nog best wel spannend. En ja, ik ga als Razende Reporter ga ik op pad om leuke dingen te ontdekken. En wat ga je precies ontdekken? Ga je schrijven, ga je filmen, ga je fotografie doen? In eerste instantie schrijven en misschien ook nog wel wat foto's maken. Ja, superleuk. Heel veel plezier. En jij bent? Ik ben Thomas. Hoi. En wat doe je precies? Ik schrijf voor Shift on 40. Ik schrijf eigenlijk al anderhalf jaar voor Shift. Oh. En ik heb eerst heel veel reportages geschreven aan sfeerverslagen. En toen ben ik columns gaan schrijven, want ik wilde eigenlijk op mijn stage richten. Dus heb ik alleen maar eens in de twee weken een column geschreven. Deze intro ga ik gewoon alles. Knallen. Ja, ik ga gewoon stukjes schrijven, interviewtjes en foto's maken. En foto's maken ook. En welke studie doe je precies? Ik doe communicatie hier op de Fontys. Gezellige studie. En de laatste. Hi. Hi, wie ben jij? Ik ben Jody van der Tillaert. En wat doe jij precies? Ik werk voor Eindhoven Dichtbij. En samen met Shift hebben we eigenlijk en Vestide hebben we dit bedacht om echt vanuit een lokale, verplaatsbare redactie op pad te gaan. En iedereen aan te spreken, gekke verhalen te zien, mooie acties, foto's te maken. Super. Nou, zoals je hoort gaan we dus flink aan de slag. Wij gaan natuurlijk ook zorgen voor het videoverslag. Je kan ons volgen op YouTube en via de site van Shift 040.